De Nationale Assemblée dringt aan op een krachtiger criminaliteitsbeleid. Verschillende parlementariërs hebben gisteren gewezen op de verruwing van de criminaliteit in de afgelopen periode. NDP-fractieleider Rabin Parmisser stelt dat de samenleving hiermee afglijdt. VHP-parlementariër Xuan Rui Wang maakt zich zorgen over beelden van slachtoffers die worden gedeeld op sociale media en vraagt zich af waarom de politiebond plannen van de regering tegenwerkt. Die verruwing is enorm. Dagelijks de krantenberichten, social media, dat de kreet is enorm over ontvoeringen, over verkrachtingen, over de moorden, roofmoorden, over dat mensen klemgereden worden op straat. Ach, u vult het rijtje maar aan. Als president, maar zeker met de ervaring als oud-minister van Justitie en Politie, ook oud-politieagent, maar oké, misschien eenmaal politieagent, altijd politieagent, dringen we aan op een krachtiger beleid, voorzitter. Zichtbaarder beleid, dat dit getij teruggekeerd wordt. Wensen we ook te weten hoe of wat er gedaan kan worden over het verspreiden van gruwelijke beelden. En hoe zijn de foto's eigenlijk verspreid? Door de politie of door de pers? En meneer de voorzitter, het lijkt alsof de politiebond keer op keer acties van het ministerie van Justitie van Politie aan het torpederen is. Zie het project van Safe City dat het ministerie wil initiëren om ons allemaal veilig te houden. Ook het ministerie van Financiën geeft zijn volledige ondersteuning bij deze. Berovingen, inbraken, verkrachtingen, grootschalige drugshandel en vuurwapengeweld gebeurt op dagbasis. En ik zie de bond niet meehelpen denken om dit aan te pakken. Graag wensen we van de minister te vernemen waarom de bond zich niet met bondzaken bezighoudt en zich inmengt in beleidsaangelegenheden. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi vindt dat de leiding van de politiebond onder de loep moet worden genomen. President Chandrika Prasad Santokhi erkende dat de kwestie met de politiebond niet zo door kan gaan. Maar wat mij verbaast, voorzitter, is dus dat de politiebond politiemannen terugroept. Er is een gezag in het land. En de minister van Justitie en Politie is de man die leiding geeft. Dus ik vraag aan de regering om ook dat met sterke hand te gaan doen. En laten we ook kijken naar het gedrag bij de politie. Er zijn een heleboel politiemannen die geweldig werk doen, heel goed werk doen, een goede job doen. Die mensen kunnen we nog steeds beschouwen als onze beste kameraad. Er zijn ook politiemannen. En zeker, ik zeg het ronduit, de leiding van de politiebond moet onder de loep genomen worden. De handelingen die ze verrichten, de dingen die ze doen en de dingen die ze zeggen. Kunt u afronden? Ja, voorzitter. Is dat norm aan het worden in het land? Want dit kan inderdaad zo niet doorgaan, meneer de voorzitter, dat als we als regering een besluit nemen om veiligheid te brengen in de samenleving en we treffen maatregelen dat de gewapende diensten met elkaar gaan samenwerken, dat er dan opdracht gegeven wordt dat men een deel terugtrekt. Dat kan niet, meneer de voorzitter. En we hebben zondag met de vicepresident, mijn persoonlijke vicepresident, over tal van vraagstukken gesproken, waaronder veiligheid. En wij zeggen, dit is niet acceptabel. De president zegt dat er een drastische reorganisatie moet komen binnen het Korps Politie Suriname. In de eerste week van januari moet daarom de vervanging van de korpsleiding op de agenda komen. De regering wil naar een gezond en modern apparaat, zegt Santokhi, waar de regering en de samenleving op kunnen rekenen. Santokhi geeft aan dat de punten die gepresenteerd zijn de aandacht van de regering hebben. En we gaan ervoor zorgen dat de samenleving wordt beschermd, aldus president Santokhi.